Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie... Wat ziet er wel op mijn bed op staat? Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie mijn boekenstash video. Dus ik ga gewoon met jullie door al mijn leesboeken heen. Ik had ook al mijn boeken kunnen doen, maar dan krijg je ook medische boeken. En dat vond ik een beetje onzin. Dus, ik heb een hele doos vol. Laten we snel beginnen. Als eerste heb ik, toen ik op de middelbare school zat, een speciaal Engels programma gedaan. En daarbij kregen wij deze. De Oliver Twist. En Other Great Dickens Stories. A Christmas Carol, David Copperfield, Great Expectations, A Tale of Two Cities en Oliver Twist. Dus eigenlijk de grootste van hem staan hierin. En ik vind het gewoon heel leuk om dit af en toe erbij te pakken en te lezen. Ja, een soort van herinneringen aan school zo. Uit hetzelfde programma lazen wij de Canterbury Tales. En daar hadden we ook zo'n boekje van. Maar ik vond hem zo leuk dat ik het echte boek heb gekocht. Het is van dezelfde schrijver. Dit is de binnenkant. Het is ook helemaal in het Engels. Ja, ik vind hem heel leuk. Ik wil deze eigenlijk ook nog in die versie hebben. Maar ja, ik vind hem heel leuk. Helemaal content. Dan de... Ja. Deze heb ik eigenlijk gekocht omdat ik hem volgde. The Pointless Book. Ja. Ik heb er nog helemaal niks in gedaan. Ik kan het wel gaan doen. Ik denk dat ik het wel gewoon ga doen. Maar... Ja, tot nu toe heb ik er nog niks mee gedaan in ieder geval. Maar ja, het is wel grappig. Het is een soort Wreck-It Journal. Alleen dan van een YouTuber. En ik was jong en dom. En toen heb ik hem gekocht. Van Carrie Slee heb ik Brainwash. Heb ik nog nooit gelezen. Ik zie nu dat ik hem uit de kringloop heb gekocht voor 2 euro. Maar het lijkt me wel een goed boek. Dus ik ga hem nog wel lezen. Wanneer weet ik niet, maar ik ga hem lezen. Dan heb ik deze van een vriendin van mij gekregen. Ook van een YouTuber. Deze is van Connor Franta. A Work in Progress. Ik vind dit zo'n mooi boek. Alleen al de foto's die erin staan. Ik bedoel, kijk nou. Love it. Deze lees ik af en toe alleen door als ik mooie foto's wil zien. Ik moet hem wel echt een keer gaan lezen. Maar ik moet nog heel veel boeken lezen. Maar boeken kopen en boeken lezen zijn 2 verschillende dingen. Heb ik van mijn zus geleerd. Dan heb ik van Nicholas Sparks The Longest Ride. Daar ben ik in begonnen. Ooit. Maar ik zou nou echt geen idee meer hebben waar ik ben. Oh, er staan ook foto's uit de film. Zoveel was het dus nog niet. Deze is van Nicholas Sparks. Ik vind hem echt... Ja, ik vind Nicholas Sparks hele chille verhalen schrijven. Dus vandaar. Dan mijn favoriete schrijver. Ever. John Green. It's an Abundance of Catherine. Catherine. 19 Catherines and Counting. Ja, love dit boek. Deze vind ik echt heel leuk. Maar ik vind alles van John Green leuk. Dus, hè. Nog een van John Green. Deze heb ik nog niet gelezen. Let It Snow. Dus het zitten drie schrijvers. Dus 3 verhalen in. Ja, ik moet hem gewoon nog een keer lezen. Die moet ik echt nog een keer lezen. En dat gaan we ook echt een keer doen. Dat komt af. Die ga ik een keer lezen. Dan... Volgens mij heb ik deze ook gekregen. All the Bright Places van Jennifer Niven. Dit boek. Ik vind alleen de kaft al leuk. Ik snap niet waarom ik hem nog niet gelezen heb. Maar bij mij is het ding. Dan zie ik allemaal leuke boeken. En dan wil ik het kopen. En dan... Maar de tijd om te lezen, die maak en heb ik nooit. Dus die moet ik nog... Die moet ik nog lezen. Deze heb ik ook gekregen.
je de rom nog niet gelezen? The Sky is Everywhere. Ik heb wel echt boeken met echt hele mooie kaften trouwens. Ja, ik val ook rustig voor een kaft. Ja. Dus die moet ik ook nog lezen. Deze ben ik in begonnen. Ook van John Green, Turtles All the Way Down. Die moet ik even af gaan lezen. Daar ben ik wel al heel ver in. Maar het ding is... sinds vorig jaar... dat als je mijn verhaal, die video, deel 1 en 2 hebt gekeken... dan weet je een beetje wat er gaande is. Ik kon daarna heel lang niet lezen. Dat is in augustus begon dat hele traject. En pas in maart dit jaar kon ik weer... lezen, soort van. En ik heb het daarna ook niet echt meer geprobeerd. Dat zou ik wel moeten doen. Dus ik moet dat echt gaan doen. Dus deze ga ik aflezen. En dan laat ik jullie weten wat ik daarvan vind. Als jullie dat leuk vinden, als ik dat doe, boekreviews. Dan heb ik wederom nog niet gelezen. TikTok. Het is zeg maar wie, waar, wat, waarom. De regels zijn eenvoudig, het spel niet. Het is een soort Cluedo verhaal. Ik ben er volgens mij wel in begonnen. Ja, ik ben erin begonnen, maar ik heb het niet afgelezen. Want ik vind hem heel moeilijk of zo in het begin. Maar hetzelfde verhaal, deze heb ik gekocht in een periode dat ik niet kon lezen. Dus is die blijven liggen. Jammer. Dit boek heb ik gekocht omdat ik van school toen moest gaan lezen. The Girl Who Could Fly. En aan de achterkant staat dan She Can Fly. Deze moet ik ook echt een keer gaan lezen. Er staat hier... It's the oddest, sweetest mix of The Little House on the Prairie... and X-Men. I was smiling the whole time except for the part where I cried. Prepare to have your heart warmed. En dat heeft de auteur van de Twilight Saga geschreven. Ik moet sowieso echt boeken gaan lezen. Meer dan de helft hiervan heb ik nog nooit gelezen. Een Nederlands boek. Ook van de Kringloop. Vertel de waarheid. Ja, daar kan ik niks over zeggen. Want die heb ik gewoon nog niet gelezen. Deze heb ik laatst gekocht. Dit boek, Five Feet Apart. Is van die film met Mr. Sprouse. Cole Sprouse. Die wil ik ook heel graag lezen. Deze heb ik wel gelezen, Milk and Honey. Deze kocht ik in de periode dat ik nog met mijn ex ging. En dat was een relatie. Ging aan, uit. En ik heb heel veel gehad aan dit boek. Aan de achterkant staat... This is the journey of surviving for poetry. This is the blood, sweat, tears of 21 years. This is my heart in your hands. This is the hurting, the loving, the breaking, the healing. Dit boek... Ik krijg een kippenvel als ik aan denk. Werkt echt. Love deze. Deze ligt ook eigenlijk altijd naast mijn bed. Gewoon... Omdat ik hem en heel mooi vind. En het werkt gewoon. Dit is The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Heb ik nog niet uitgelezen. Ik ben er wel in begonnen. Dus ik ga hem ook afmaken. Maar wederom heb ik deze in de periode dat het zo slecht ging gekregen. Die gaan we ook lezen. Dan pak ik even een stapeltje. Hier zit zelfs nog een briefje in. Van wanneer ik hem gekocht heb. Zo even kijken. Dit is echt hilarisch. 4 juli 2016. Ik heb deze al 3 fucking jaar. Gekocht bij de ABC in Amsterdam. Maar. The Girl on the Train. Ik ga tijd maken. Om te lezen, want dit is heel verschrikkelijk. Dit kan niet. Een van mijn favoriete boeken van John Green is Paper Towns. Deze heb ik wel in één ruk uitgelezen.
echt verliefd op dit boek. Ik hou van Jane Green, maar kijk nou hoe mooi de kaft ook is. Love it. Hoe? Echt liefde. Liefde, liefde, liefde voor die man. Echt. Deze heb ik gekregen. Oh ja, The All the Right Places. Holding Up the Universe, die heb ik ook gekregen. Volgens mij heb ik die voor mijn verjaardag gekregen toen mijn beste vriendin in Birmingham zat voor school. Deer, sorry, ik heb ze nog niet gelezen. Ik heb er wel een paar gelezen trouwens. Dat sowieso. Maar niet allemaal. Peter Pan in het Engels. Wederom voor school. Hetzelfde verhaal nog niet gelezen. A Court of Thorns and Roses. Die gaan we ook nog lezen. Die heb ik ook van mijn beste vriendin gekregen toen ze in dingen zat. In Birmingham. Deze ook. One of Us is Lying. Moet ik nog in beginnen. Ik ga gewoon lezen heel veel. Op mijn vrije vrijdag. The Sun is Also a Star. Ook gekregen. Ook van mijn beste vriendin. Ik ben wel heel blij met je boeken, schat. Maar ik heb gewoon geen tijd gehad. Ja, deze kocht ik eigenlijk simpelweg omdat hij past bij mijn kamer op dat moment. Maar het verhaal lijkt me wel heel leuk. Ik moet er alleen nog in beginnen. Wederom. Volgens mij heb ik deze ook van Teersa gekregen. City of Bones. The Mortal Instruments Book 1. Die moet ik ook nog lezen. Dan mijn favoriet van John Green. Looking for Alaska. Liefde, 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 liefde voor dit boek. Ik ga hem ook echt nog een keer lezen. Ik ben echt verliefd op dit boek. Lof. Deze heb ik nog niet gelezen. Want het, ja, ik vind hem. Ik heb het begin gelezen en ik snapte er geen hol van. En daarna heb ik het niet meer gedaan. Dus de eerste, de tweede van John Green. Ja, John Green en een schrijver, die heb ik gewoon nog niet gelezen. John Green zelf wel. Een beetje gek, hè? The Perks of Being a Wallflower. Moet ik ook nog mee beginnen. Ik hoef me in ieder geval niet te vervelen. Wonder. Die heb ik ook voor het eerst gekregen. Ik ben erin begonnen. Alleen ik vind het een beetje, het is een raar boek. Hij is moeilijk om in te komen. Er is een film van blijkbaar. Dus we gaan eerst het boek lezen. Dan, deze heb ik in de trein gevonden. En toen zei de conducteur van, nou ja, hou hem maar, want niemand komt terug voor een boek. Karin Slaughter. En dan heet deze Onaantastbaar. Ik weet niet of hier nog andere delen van zijn. Die ik nog niet heb gelezen. Maar als dat zo is. Kan iemand me vertellen wat het eerste boek is? Alsjeblieft. Deze heb ik op een boekenmarkt gekocht. June. Ook nog niet gelezen. Ik ben zo slecht. Ik ben echt een slecht mens. Moordenaar zonder gezicht heb ik ook nog niet gelezen. Maar ik vind deze. Ik ben erin begonnen, maar ik kwam er niet in weg. Dus hier moet ik even voor gaan zitten. Op doodspoor. Deze ga ik even nog voor zitten. Deze is ook nog nieuw. Maar wederom in een periode dat ik nog niet durfde te gaan lezen. Omdat ik er lichtelijk agressief van werd. Heartless, ook van Teersa gekregen. Moet ik ook nog in beginnen. Ik weet het, ik ben een slecht mens. The Fault in Our Stars. Ik heb hem gelezen, maar niet mijn eigen boek. Goed verhaal, hè? Ik heb mijn eigen boek nog nooit aangeraakt. Maar het boek is beter dan de film. 1000 keer beter dan de film. Doodsimpel.
ook nog in beginnen. En dan Who We Are van One Direction. Love deze. Maar ik heb nog een boek. The One Memory of Flora Banks. Die heb ik ook van Tirza gekregen. Ik hou echt van het boek, maar ik kan het niet meer vinden. Die heb ik helemaal uitgelezen toen in één keer. Dat is echt een... Love dat boek. Maar ik weet niet waar die is. Dus ik kan die niet laten zien zo. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me weten of je van alle boeken die ik nog moet gaan lezen, want dat zijn er best wel veel, of je daar een review van wil hebben. En dan ga ik ze lezen en daarna geef ik een review ervan. Dus als je het een leuke video vindt, doe een duimpje omhoog als je die reviews wil zien. Vergeet niet te abonneren. Dan krijg je een berichtje als ze binnen zijn op YouTube. En dan zie ik je graag weer de volgende video.